Ik schilder met verdunde olieverf in de eerste lagen van het schilderij. De verf verdun ik met White Spirit. Schilder jij met acrylverf, dan verdun je met water. Te veel verf veeg ik weg met keukenpapier. Ik schilder laag over laag en tussen de lagen laat ik het schilderij steeds drogen. Nu gebruik ik in plaats van terpentine een schildersmedium. Ik schilder met de drie primaire kleuren rood, geel, blauw en heb ook titaanwit op mijn palet. Met verdunde rode verf maak ik de lucht oranje. En schilder met gele verf over de blauwe bosjes en weilanden voor verschillende groene kleuren. Met blauw maak ik het donkerder, een diepere schaduw waar het nodig is. Ik ga er nog een slootje bij schilderen, omdat ik de voorgrond wat saai vind. Dat doe ik met lichtblauwe kleur en die kleur gebruik ik ook in de lucht. Vind je deze video schilderles leuk? Druk dan op de like-button, zodat ik meer mensen kan bereiken. Als laatste schilder ik de voorgrond met het riet en haar pluimen. Ten slotte de highlights met titaanwit.